Dit is Lord en die is bijna 5 jaar. Het is een mannetje. En dat is mijn 4e geleidehond. Dit is een doerak. Hij houdt heel erg van eten en gaat er ook snel achteraan. Maar met geleidewerk ja, is hij heel goed. Hij zorgt dat ik nergens tegenaan loop en kan bepaalde dingen zoeken. Goed zo, blijf. Oh, lekker weer, Lord. Oh, jullie treffen het. Kom maar, naast. Ja, nee, rustig. Bekende van het park. Ja, kom maar. Dus als de beugel om is, dan mag niemand hem aaien ook, want anders wordt de hond afgeleid. En als iedereen dat onderweg doet, kom ik nergens. Dus dan moet de hond gewoon met rust gelaten worden. En ben ik degene die alleen de commando's mag geven. Sandra is al vanaf haar 29ste afhankelijk van een blinde geleidehond. Maar wat betekent dit nou eigenlijk voor haar? Het betekent dat je dus eigenlijk weer een stuk zelfstandiger bent en ontspannender van A naar B kan. Dus het geeft je een heel stuk vrijheid. En ook wat belangrijk is, is ook vooral in deze tijd, dat je niet kwetsbaar voelt op straat. Ja, anders dan loop je in je eentje en je hoort van alles, alleen je ziet niet wat het is. En de hond beschermt je eigenlijk ook een beetje, heb je het idee. Je bent nooit alleen op straat. En mensen spreken je heel gauw aan en die hebben vragen over de hond. Dus je maakt ook eigenlijk makkelijk contact. Dus eigenlijk ben je wat socialer weer. Maar ook Lord heeft er niet altijd zin in. Hier, kijk hem.